Door de tekeningen voor een hotel aan het Frieseplein op 14 punten aan te passen, zou de bouw nu eindelijk kunnen beginnen. We gaan ruim 400 vierkante meter minder bouwen en het worden nu nog 80 kamers. En daardoor kunnen we het nu ook als een haalbaar project gaan zien, omdat we de grootste bezwaren van de bewoners hebben kunnen wegnemen. De kelder is geschrapt, de bouw daarvan zou woningen kunnen beschadigen en heipalen worden de grond in geduwd en niet geslagen. En ook over het aantal parkeerplaatsen is iedereen tevreden, er komen er 68. Er gaan de 29 parkeerplaatsen gaan naar de buurtbewoners. Dat staat in het convenant wat we met de gemeente hebben afgesloten. Ook deze plannen moeten nog worden goedgekeurd, maar dat lijkt dit keer te gaan lukken. Als alles meezit en er komen geen verdere procedures meer, en dan doel ik op de Raad van State procedures, dan zouden we ergens medio oktober dit jaar de eerste paal kunnen gaan slaan. En dan duurt het nog tot mei 2019 voordat de eerste gasten hier kunnen slapen.